Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprudel. Welkom bij mijn YouTube-account. Vandaag ga ik je helpen hoe je 100k plus winst per jaar kan verdienen als online ondernemer en hoe je daarmee je productiviteit kan gaan indelen. Als je je tijd beter besteedt, krijg je meer geld maken, kan je met die andere tijd doen wat jij wil. Oké, voordat we beginnen, like en abonneer en drop een comment zodat ik dit soort video's voor je kan blijven maken. En dan gaan we er gelijk induiken. No time to waste. Oké, nou, miljonairs zijn enorm georganiseerd. Dus wat jij wil gaan doen is dat je je leven zoveel mogelijk georganiseerd moet maken. Zoveel mogelijk data trekt. Echt tekort gaat opzetten als je dat momenteel nog niet bent. Stop met alcohol, stop met drugs. En dat zijn een van de dingen die ik momenteel ook aan het doen ben. Ik ben momenteel nog geen miljonair, maar dat gaat voor mij geen jaren meer duren voordat ik die status ga bereiken. En ik ga je helemaal in die journey meenemen hoe ik van ja, momenteel tonner naar miljonair kan gaan. Misschien is dat wel een leuke. Van tonner naar miljonair, om dat te noemen, en daar een soort serie van te maken hoe dat bij mij gaat. Laat me weten als je dat interessant lijkt. En in ieder geval, van die ton naar die miljoen is een stuk makkelijker dan van nul naar die ton, heb ik gemerkt. Dus ik zit nog niet op die miljoen, maar ik ga daar wel komen. En ik ga je ook precies laten zien hoe ik dat heb gedaan en hoe je dat voor jezelf kan gaan doen. En daarin ben ik dus ook een stuk georganiseerder geworden en beter gaan omgaan met mijn tijd om daar het meeste uit te kunnen halen als mens en als ondernemer. Oké. Gaan we door naar omgaan met overweldiging. Ken je dat? Dat je zoveel op een dag wil doen, maar eigenlijk nooit gedaan krijgt. Dat heb ik zeker ook altijd gedaan. En je wil het gewoon eigenlijk altijd makkelijk doen. Daarom heb je de Eisenhower Decision Matrix, die ik je vandaag wil uitleggen. Die bestaat eigenlijk uit vier blokken. En als iets belangrijk is en urgent, moet je het doen en moet je het nu doen. Als iets belangrijk en niet urgent is, moet je bepalen wanneer je dat dus gaat doen. Als het niet bepalend is en niet bepalend. Maar wel niet belangrijk, maar wel urgent. Dan kan je het delegaten, dus uitbesteden. Wie kan het voor je doen? En als het niet belangrijk is en niet urgent, dan moet je het sowieso helemaal niet gaan doen. Dit kan je toepassen voor elke beslissing die je maakt in je leven. En ja, eerlijk gezegd, ik kijk niet heel veel naar deze Eisenhower Decision Matrix. Ik maak daar voor mezelf gewoon altijd de keuze voor wat voor mij nu het belangrijkste is om te doen. Heb een Google Agenda en kies de nummer één taak van tevoren de nacht ervoor. Al doe je maar één taak elke dag van het jaar. Elke dag. Van het jaar, dan ga je elke dag progressie maken en veel meer dan de rest van de mensen. En die maak je af voordat je ook maar één ander ding gaat doen. En ik vind het persoonlijk fijn om Google Agenda momenteel te gebruiken, fysieke notebooks. En dit leidt voor mij tot het meeste resultaat. Ik heb met verschillende dingen gewerkt, maar dit is voor mij nu het prima. Ik deel mijn agenda ook met mijn teamleden als je die momenteel hebt, zodat niemand mij lastig kan vallen als ik bezig ben met belangrijke shit die ik aan het regelen ben. Nou, het organiseren van je leven. Je maakt eigenlijk een wekelijks schema in je Google-kalender. Wat zet je daarin? Daar zet je momenteel je trainingssessies in het groen in. Dat zijn voor mij in dit geval gym, fitness, voetbal, tennis, padel, surfen, kickboksen, etc. Zwemmen misschien ook wel. Recovery-sessies, ijsbad, telefoon en geen telefoondagen, maar kapaars. Werksessies, gewoon bevat gefocust werk, calls, meetings, teammeetings, lichtwerk maak ik blauw. Wekelijkse review maak ik rood. En het plannen van de aankomende week doe ik op zondag. En eten is hierbij oranje. Oké. Ik wil je eigenlijk nog laten zien hoe ik dat in mijn eigen agenda doe. Dus dat ga ik nu even laten zien. Nou, super. Dit is dus uiteindelijk mijn weekagenda. Het is momenteel november 2023, maandag. En ik ga je even laten zien hoe het bij mij er momenteel uitziet. Oké, er zijn al een aantal dingen gebeurd. Zoals je ziet, word ik om 2 uur 's nachts wakker. Geintje, dat is 8 uur in de ochtend hier in Bali. Dan ga ik. Wakker worden, ga ik push-ups doen. Het zijn er ongeveer 10, 20 vaak. Ga ik koude douche nemen, ga ik een boek lezen. Dit duurt me allemaal een half uur. Lenzen, douchen, et cetera. Weet je wel, dat soort tanden poetsen, basic things. Ik ga niet eten. Ga ik om 8:30 ga ik beginnen met werk. Doe ik meestal tot 10:30, 10 uur. Dan begin ik met ontbijt. Ja, meestal ga ik hier eerlijk gezegd uit ontbijten. Maar ik zal met de tijd hier ook wel zelf ontbijt gaan maken. Lijkt me wel handig. En ja, daarna ga ik dus. Daar ben ik ongeveer half uur mee bezig. Zeker als je ergens gaat eten. Ga ik weer door met light work. Doe ik een uur. En ja, momenteel heb ik even 3 dagen rust van de gym genomen. Om even andere dingen te doen die ik leuk vind. En momenteel ga ik dan straks even surfen. Ik ben momenteel nu iets nog aan het werk. Dus nu ben ik eigenlijk contentwerk aan het doen. Switch ik het even zo. Ben ik 1,5 uur aan het werk. Ga ik misschien met een chick of met een vriend even surfen. En ja, wat ik hiernaast nog doe is na de gym doe ik ook weer een koude douche instant.
vaak. En daarin doe ik dus lunch vaak naar contentwerk en dus een workout vaak. Wat ik daarna nog ga doen vandaag bijvoorbeeld zijn payments collecten plus zakelijke rekening openen, wat spraakmemo's versturen, wat calls die bij mij op de planning staan, inchecken met huidige clients voor de coaching. En eigenlijk ziet mijn dag er redelijk gestructureerd uit. Zoals je ziet zijn hier nog heel veel dingen die leeg staan. Die worden gevuld met meetings en anders wordt dat tijd voor mij om weer verder aan de business te kunnen werken. Dingen die ik gewoon wekelijks in heb staan, wekelijkse YouTube-video's zoals je hier ziet, wekelijkse podcast, wekelijkse teammeeting, wekelijks dinner, lunch, ontbijt, dat ik ongeveer weet wanneer ik dat doe, wakker worden, masterminds voor mijn coachingprogramma, waar ik lid ben van Justin Wool. Dus ja, dat is eigenlijk hoe ik het doe. Ik hoop dat je daar super veel waarde aan hebt gehad, hoe ik productief kan zijn. En ja, laat me even weten of je hier iets aan hebt gehad. Laat een like achter, abonneer, laat een comment achter en dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.